accident with Chris's plan and tweeting lately from a sickle cell sector. And Alina wil de planeten bezoeken. Goedenavond en fijn dat je bent afgestemd op het 10 minuten jeugdjournaal. President Desiree Boutersche heeft in de Nationale Assemblée vandaag in grote lijnen uitgelegd wat voor plannen de regering heeft gemaakt om de economische situatie in ons land te verbeteren. En dat noemt hij een crisisplan. Het is nog niet helemaal af, maar hij wil alvast het parlement informeren wat de volgende stappen zijn van de regering. De exportwaarde voor de mijnbouwsector die in 2013 nog $2,4 miljard bedroeg, daalde in 2014, zoals u bekend, naar $1,6 miljard. Ook de overheidsinkomsten uit de mijnbouwsector zijn binnen enkele maanden gedaald van 1,1 miljard naar 179 miljoen. Ja, de inkomsten van ons land zijn heel erg gedaald. En om die te verbeteren en de situatie in ons land te veranderen, moeten we geld hebben. En dat gaat de regering lenen van de International Monetary Fund, IMF. Een organisatie die landen helpt om weer financieel stabiel te staan. De grote uitdaging waarvoor we op korte termijn staan, is dus om de overheidsfinanciën in balans te brengen, de economie te stabiliseren en vervolgens het traject van herstel van economische groei en export in gang te zetten. Maar volgens Winston Ramotar Singh, voorzitter van Vereniging van Economisten in Suriname, zegt dat een crisisplan goed is. Maar het oplossen van de situatie waarin we nu zijn, moet bij de overheid beginnen. De echte oorzaak zit bij de bestedingsdrang van die overheid. En zolang die overheid geen evenwicht brengt tussen zijn inkomsten en zijn uitgaven, zoals wij allemaal als burgers moeten doen, met onze inkomsten moeten we zorgen dat we genoeg verdienen om onze uitgaven te dekken. We kunnen niet meer uitgeven. En als die overheid dat kan doen, ik kan u zeggen, binnen de kortste keren hebben we weer een stabiele koers. Dus als dat geld wordt geleend, zijn veel mensen en meneer Ramotar Singh er eens mee dat ministers en parlementariërs geen onnodige buitenlandse bezoekjes moeten doen. Dit zorgt ervoor dat Suriname meer geld bespaart. De overheid moet voorgaan in het goede voorbeeld geven, zodat die bevolking zegt, aboeng, als we er in zoveel tijd uitkomen, dan moet je een jaar aan slag. Dan wil ik even geduld houden. Maar als die overheid blijft spannen alsof er niks aan de hand is, blijft racen alsof beleid in het buitenland gemaakt moet worden, dan gaat die bevolking daar geen vertrouwen in hebben. Nog niet dat ze nu planten, dus dan kunnen ze dat door doen en exporteren naar andere landen. Bijvoorbeeld weer een suikerfabriek openen en exporteren naar andere landen. Zodat kunnen we dat inwisselen in plaats van geld, even suiker af van China of zoveel andere waar we geld hebben geleend. Ja, daar kunnen we misschien vooruit gaan. De regering zou niet meer zoveel geld moeten uitgeven. Wat ze moeten doen is, als eerste moeten ze stoppen met die koersveiling, want het wordt steeds hoger. Het plan wordt vrijdag aan het parlement gepresenteerd. En dan moet het werk beginnen, want iedereen wil dat deze vervelende situatie snel opgelost wordt. Een beetje verlegen, maar ze namen toch die stap en kwamen voor de camera hun verhaal vertellen. De tweeling Veronique en Virginia zijn 15 jaar oud en hebben sikkelcelziekte. Gisteren brachten zij een bezoek aan de sikkelcelpoli in het academisch ziekenhuis. Hier zijn ze dan, Veronique en Virginia. Vanaf 7 april komen ze hier bij de sikkelcelpoli in het academisch ziekenhuis. Hun lengte en bloeddruk worden gemeten, hun gewicht en alle andere nodige informatie die de zusters en specialisten nodig hebben, worden hier op deze speciale poli gedaan. Ik was
Ik wil gaan maken van mijn hoofd. Ik ben ziekenzorgpatiënt. Ik krijg buikpijn, hoofdpijn, rugpijn. Ik mag nu veel sporten. Ik moet veel drinken. Voldoende drinken helpt tegen pijn en het helpt ook dat ze dan makkelijk kunnen afkomen. Minstens 3 liter per dag moeten ze drinken. Dus niet beide, elk 1 3 liter. Misschien neem je een flesje, ja, 1 liter fles, een grote fles, en dat drink je daar. En dan weet je precies ongeveer. De meisjes krijgen samen met hun ouders meer informatie over hun ziekte. Uit een boekje speciaal gemaakt voor kinderen met sickelcelziekte behandelen ze verschillende onderdelen. Jullie hebben HBSS. SS betekent dat je ziek bent, je hebt sickelcel, ja, en dat hebben jullie. En je hebt AS. AS betekent dat je drager bent. Je hebt het in je, maar je wordt niet ziek van. Maar je kan het aan je kind overdragen. Wanneer je een kind krijgt, kan je dat kind dan sickelcelziekte geven. Toen ik 3 jaar was, had buikpijn, geen braken, koorts, hoofdpijn. Ik ben naar de dokter geweest en medicijnen gekregen en dan ging ik drinken. Ja, mijn leven is een beetje anders, want ik word snel moe. Ja, ik heb het snel koud. Ons lichaam bestaat uit een aantal genen. Deze genen krijgen we mee van onze ouders, daarom lijken we ook op ze. Genen bepalen de kleur van onze huid, of we krullend of kroeshaar krijgen, en ook nog welke ziekte we kunnen krijgen. Doordat beide ouders van Veronique en Virginia drager zijn van het sickelcelgen, hebben de meisjes deze ziekte gekregen. Als mama AS is, papa is AS, niemand bepaalt wat je afstaan. Dat bepaalt de natuur. Als mama er S aan die baby geeft en papa geeft ook S, dan wordt die baby SS. Is die baby een sickelcelpatiënt? Wat zijn de bekende klachten die jullie vaak krijgen? Buikpijn. Hoofdpijn. En als jullie pijn hebben, wat doen jullie dan? Gaat die pijn wel over? En wat doe je dan? Je gaat slapen met die pijn. Maar in dat geval moet je dan naar de dokter gaan. Ook al ben ik ziek, wil ik een dokter worden omdat ik dat heel leuk vind en andere mensen wil helpen. En dat wil niet alleen Veronique, ook Virginia wil dokter worden. Voor vandaag zijn de meisjes klaar en mogen ze naar huis. Soms lijkt het alsof je bijna niets mag wanneer je ziek bent, hè? Maar weet je wat deze meisjes gewoon mogen doen? Baden in de regen. Heerlijk! Alleen moeten ze zich daarna gelijk verkleden en droge kleding aandoen. Virginia en Veronique zitten nu in de eerste mulo. Hun plan om arts te worden begint nu al. Succes meisjes! Interesse voor andere planeten en ooit eens met een ruimtevaarttoestel deze planeten van dichtbij zien? Dat is wat Alina uit Bolivia wil. In onze Wadada Nieuwsflash vertelt ze over haar passie. Pika, mi nombre es Alina Santander y estos son mis peluches. Y adoro los peluches, pero también me gusta construir autos lunares. En este campamento espacial nos enseñaron a construir autos lunares. Desde cero. Teníamos que ir a las fábricas y ver cómo se construían las piezas de los autos. Teníamos que armarlo nosotros mismos, ver qué pieza va con qué pieza. Y finalmente logramos construir 3 autos lunares durante 2 meses. Uh-huh. Y también los testeamos y practicamos con ellos.
Habían chicos de India, chicos de Europa, habían de Rusia. Entonces pude comunicarme con todos ellos. Todos tenían el mismo interés. Querían manejar y construir autos lunares. Y bueno, para después poder formar un equipo. A mi regreso de Estados Unidos quisiera poder hacer como conferencias o talleres para reunir más jóvenes, más chicos interesados en esto. Mi sueño ahora es, bueno, viajar a otros planetas. Me gustaría mucho ser astronauta, es también algo que quería de pequeño, pero ya estoy viendo algo, tal vez una carrera que tenga que ver, claro, con esto. En dit minuutje zei om, ik hoop dat je genoten hebt, een heel fijn weekend en ik zie je maandag. Tot dan, ciao!